klaar voor? Okay. Zijn we er klaar voor? Ja. Wie gaat eerst? Jij? Zo. Ja. Klopt. Dat vuurwerk gevaarlijk is, dat weten we allemaal. Maar verschillende opticiens in Drenthe hebben er een oplossing voor, althans voor de ogen. Want ze hebben een vuurwerkbril te koop. Voor een paar euro heeft u er een, in verschillende kleuren. En als u hem dan opzet, worden in ieder geval uw ogen beschermd. Ondernemen in Drenthe, daar kijkt u naar op RTV Drenthe. Een speciale aflevering, want ja, we kunnen er niet op uit. We moeten het vanuit de studio gaan doen. En dat doen we vandaag met vier gasten. Vier gasten online, zoals het heel vaak gebeurt in deze tijd. Goedenavond, u kijkt naar Drenthe Diep van dinsdag 7 juni. En dit zijn vanavond onze onderwerpen. Over startende ondernemers gaat het, over het creëren van banen en de stand van de economie in Emmen. U kijkt naar ondernemen in Drenthe. Om hoeveel kinderen gaat het nou? We hebben het steeds over 6 kinderen, 4 meisjes, 2 jongens. En hier werd ineens een ander getal genoemd. Het feit dat ze niet ingeschreven stonden bij de burgerlijke stand. Een deel is wel ingeschreven, een deel is niet ingeschreven. Dus zou je moeten weten hoeveel er zijn en wat voor leeftijd ze hebben enzovoort. Dus eigenlijk heeft het meer vragen opgeleverd dan dat het antwoorden opleverde. Straks als deze kazerne weg is, is de aanrijdtijd van de brandweer bijvoorbeeld naar buitengebieden, dan heb ik het bijvoorbeeld over dorpen als Zorgvliet en Wateren, is veel langer. En dan heb je een aanrijdtijd van ongeveer 18 minuten en dan is een cirkel getrokken in dat kaartje. En daarbuiten, dan heb je pech, want dan zit je ver weg van de brandweerkazerne. En dan is de kans groter dat jouw huis bijvoorbeeld tot de grond aan toe afbrandt. We zijn er door. Dank u wel. Okay.